14 eeuwen geleden is een boek van God overgeleverd aan de mensen. De Koran. Dit boek is de laatste en enige gids voor de mensheid, tot aan de dag des oordeels. Er is ontelbaar bewijsmateriaal dat aangeeft dat de Koran het woord van God is. Voorbeelden hiervan zijn de uitzonderlijk literaire kenmerken van de Koran, die door geen enkel mens geïmiteerd kunnen worden, het feit dat de Koran geen enkel conflict behuist, dat het de toekomst bekend maakt en dat het codes en bepaalde geheime gegevens bevat. Er is nog een belangrijk en wonderlijk kenmerk dat bewijst dat de Koran een onthulling van God is. Bepaalde wetenschappelijke waarheden, die we nog maar net door moderne technologieën hebben verkregen, zijn namelijk 1400 jaar geleden onthuld in het Heilige Boek. In die tijd had de mensheid geen weet van wetenschap. Opvattingen over het heelal en de natuur waren gebaseerd op bijgeloof, dweepzucht en legendes. De Arabieren geloofden bijvoorbeeld dat de aarde plat was en dat de hemel gedragen werd door de bergen. Maar al dit bijgeloof werd door de onthulling van de Koran ontkracht. Allah is Hij die de hemelen heeft doen verrijzen zonder pilaren die jullie kunnen zien. Dit vers heeft het bijgeloof van de Arabieren over de hemel te gronde gericht. De Koran bevat vele gegevens die variëren van de creatie van het heelal en de structuur van de atmosfeer tot aan de balans op aarde, die in die tijd geen enkel mens kon inzien. De wonderbaarlijkheid van deze gegevens valt met hedendaagse ontdekkingen nog beter te bevatten.